Raymond, deze kwam niet vanzelf, maar je hebt hem, de dubbelslag. Ja, klopt. Kai liet een gaatje op Teun. En ik twijfel nog heel even of ze misschien iets samen hadden overlegd, maar ik dacht nee. Zij, en Kai die wil gewoon ook graag winnen, dus ik dacht nou Kai, rij jij maar dicht. En dat was een gok, maar ik dacht ja, ik ga er ook niet even naartoe poeven. En ik wist ook niet wie er helemaal achter me zat. Maar op een gegeven moment dacht ik, oké, als ik nu wat wil, dan moet ik nu wel naar Teun toe. Dus toen was het vol gas en ik voelde alle andere afstanden wel. Maar gewonnen. Moest van ver komen dus? Ja, nou ja, ik zat op zich best wel lekker achter Kai. Alleen dat sprintje, ja, dat is gewoon vol. En 1000 meter is toch best wel ver. met de inhoud zit het wel goed. En dan ja, die moet je er toch nog maar even voorbij ook in die laatste ronde. En de finish was ook gewoon bijna exact hetzelfde als de 500 meter. Ja, nou op zich kwam ik er best wel makkelijk voorbij. Alleen toen moesten we nog 1,5 rondje, denk ik. Nou, en als mensen zo dicht op je zitten en dan met die wind, was het toch wel lastig. Maar ik bleef goed doortrekken en ik viel niet echt stil. Dus ik denk een goede finish. En dan 3 titels in 1 weekend. Verdubbeling. Bijna. Dit was sowieso het doel. Ik wilde laten zien dat ik deze afstanden beheers en ook de beste Nederlander ben. En dat moet altijd nog gebeuren, zeker op 1000. Het is super zenuwachtig. Maar ik ben heel blij dat ik het heb. En dan nu is het seizoen hier in Nederland eigenlijk voorbij. Gaan we richting het winterseizoen, maar misschien nog een WK. Hoe sta jij daar tegenover? Nou, ik vind eigenlijk gewoon dat we moeten gaan. Het is een stukje verantwoordelijkheid die je als land neemt ook naar de sport. Ik bedoel, als iedereen die denkt dat ze geen medailles halen af zouden haken, blijven weinig over. Daarnaast is veiligheid wel een dingetje, alleen ze organiseren niet voor niks. En natuurlijk wil je niet in het ziekenhuis daar komen, maar dat wil je ook niet door een val van de trap of verkeerd eten. Dus met de corona, ja. Het is een risico, alleen ik wil dat heel graag nemen, want een WK is hoog haalbare. Ik train er het hele jaar voor, dus ik zou het zonde vinden als dit laatste toernooi was. En dan ook nog eens in Colombia, het hart van de sport eigenlijk. Ja, en dat is ook gewoon heel prachtig en dat wil iedereen ook meemaken. En ik had een individuele medaille op het EK, is me nooit gelukt. Ook al was ik niet helemaal 100% fit, heb ik het wel gedaan. En ik heb vertrouwen dat ik nog een stap kan zetten naar november. En dat het op het WK misschien ook wel kan? Nou ja, in ieder geval, ik heb een paar keer top 10 al gehad, 2 keer top 6. Ik denk dat dat wel weer kan. En we gaan voor meer natuurlijk.